het eerste Vlietkinderendebat, daardoor een historische bijeenkomst in een geweldige entourage bij Central Park bij Ronblauw in Voorburg. Het gaat een mooi en aansprekend evenement worden, bestaande uit debatten met verschillende stellingen. Vlietkinderen, kinderopvangorganisatie Leidse van Voorburg en Leidse Veen, staat voor verantwoorde, veilige, vertrouwde opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Vanmiddag gaan we het hebben over drie stellingen. Mediaopvoeding, hoe gaan we daarmee om? Maatschappelijke kinderopvang, wat is de rol van maatschappelijke kinderopvang en hoe verhoudt zich dat tot het onderwijs? En de stelling, preventie is de sleutel. Want wij denken, hoe eerder je kinderen in huis hebt, hoe beter het is om straks te zorgen dat ze goed opgroeien als sociale burgers en verantwoordelijke pubers. Opvoeden is samenspel, is het thema. Ik denk als ik zo om me heen kijk hier, er zijn heel veel partners met wie we samenwerken, dus het gaat helemaal goed komen vanmiddag. Samenspel. Het is de week van de opvoeding en dus is het thema samenspel. Hoe werken we samen met elkaar? Hoe doen we het vooral goed in deze gemeente en daarbuiten en in Nederland voor de kinderen? Vlietkinderen, kinderopvangorganisatie die eigenlijk van oudsher al heel lang in deze gemeente samenwerkt met allerlei partners. En eigenlijk gaat het daarin, zoals ik al zei, iedere keer opnieuw om. En hoe doen we dat nou voor kinderen goed met elkaar? Dat is iedere keer waar het om gaat. Wij zijn namelijk onze strategie aan het herijken. En de titel daarvan is, en dat zult u in deze gemeente nog heel veel gaan tegenkomen, Vlietkinderen ontwikkeld voor de wereld van morgen. Ja, wat is nou eigenlijk kwalitatief goede kinderopvang? Hoe kunnen we die samenwerking met partners, zorg, onderwijs, hoe kunnen we die opzoeken, hoe kunnen we die bestendigen en verbeteren? Daarvoor is de DWK opgericht. En ja, dat was op zich ook wel op een spannend moment, want dat was ja, het IKK-akkoord, zegt u allemaal ongetwijfeld wel wat. BKR, de beroepskracht-kindratio, het was een spannend moment. Ja, maar wij kunnen niet altijd zien op welke kinderopvang ze hebben gezeten. Maar laten we ook heel eerlijk zijn. Spinoza heeft haar scholen 6 locaties in Leidschendam-Voorburg en 2 in Den Haag. We hebben natuurlijk innige banden met met de andere schoolbesturen. Maar het is ook heel belangrijk om goed contact te hebben met de kinderopvang in heel veel andere landen om ons heen. Is dat één doorlopende leerlijn, hè, in Zweden, in België, in Duitsland. En in Nederland hebben we dat een beetje opgeknipt. Hè. We hebben kinderen van 0 tot en met 4, 4 tot en met 11 en daarna komen ze in het voortgezet onderwijs. Ja, en wij hebben natuurlijk allen een pedagogische taak, dus we moeten eigenlijk ook alles samenwerken. En wij leiden toekomstige medewerkers op voor de kinderopvang. En ze hebben vaak ook op de kinderopvang gezeten, dus het is goed met elkaar te praten. En ik kijk heel met een schuin nog even naar mijn sidekick, Yvonne. Ja, we zijn er eigenlijk klaar voor, hè? Kinderopvang die werkt vanuit een maatschappelijke invalshoek, waar Vlietkinderen echt onbekend staan. Zij zijn echt, dat weet ik ook vanuit mijn journalistieke achtergrond, marktleider in Voorburg. Ruim 20 vestigingen, de zorg over bijna 4000 kinderen. Sluit je kinderopvang zonder winst, oogmerken, Vlietkinderen is een stichting, dan beter aan bij het onderwijs, denk je? Ja. Er zijn ongetwijfeld kinderopvangorganisaties die zich niet alleen maar laten voorstaan op dat maatschappelijke. Die zeggen, wij sluiten ook heel goed aan bij onderwijs. Maar er zijn denk ik een aantal redenen om te zeggen dat je wel bewust voor dat maatschappelijke stempel moet kiezen. Dat je daar ook echt aan moet voldoen. In de eerste plaats, weet je, heeft dat met een stukje beeldvorming te maken. Ik bedoel, als je wil dat kinderen als een basisrecht hebben, dat ouders een basisrecht krijgen om hun kinderen gebruik te laten maken van kinderopvang, dan is dat een lastiger verhaal wanneer je zegt, ja, maar weet je wel, de winsten die wij maken met een sector die voor een belangrijk deel gefinancierd is met publiek geld, namelijk via kinderopvangtoeslagen of via VVE-programma's, ja, die winsten zijn wel alleen voor onze aandeelhouders en die hoeven wij niet te herinvesteren in kinderopvang. Dat vind ik zelf jammer als je dat zo beziet. Maar het is bovendien ook iets wat in de beeldvorming doet denken dat kinderopvang dus ook geen maatschappelijke sector kan zijn. Uiteraard moet je voorkomen dat er uitwassen plaatsvinden. Hè? Dat
kinderopvangorganisaties winst volledig afromen naar zeg maar, aandeelhouders of wat dan ook. Dus investeren in de kwaliteit van is heel erg belangrijk ook. Daar is volgens mij wetgeving ook een instrument voor om te zorgen dat dat soort uitwassen niet plaatsvindt. Wat in de basis denk ik voor elke organisatie, kinderopvang en onderwijs geldt, is vinden wij elkaar in de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van in dit geval 0 tot 12. Ja, maar dan zijn jouw stichting vooral gericht op basisscholen toch wel toevertrouwd? Ja. Toch 16 zijn het er, hè? 16 basisscholen, katholiek, openbaar, algemeen bijzonder onderwijs. Ja. Ben je het een beetje met hem eens? Volg je hem een beetje met mee? Ja, ik volg het wel. Ik denk alleen, ik zie wel een paar beren op de weg. Ik ben er echt heel positief ingesteld, maar ik zie wel een paar beren op de weg. Als je zegt, het is geen maatschappelijke taak, dan wordt het ook wel een lastig verhaal als je zegt tegen investeerders, ja, en je hebt dan dus verder ook niks in deze sector te zoeken. Want ik zou dan zeggen, ja, maar is het nou een markt of is het nou geen markt? Kijk, je kunt er, ik vind het prima. Hè? Zelfs al zou de politiek dat niet besluiten onder het mom van maatschappelijk. Maar je kunt natuurlijk afspraken maken over die winstuitkeringen. Dat die niet meer mogen. En dat winsten moeten worden geherinvesteerd in kinderopvang. Maar eigenlijk krijg je dan natuurlijk uiteindelijk precies dezelfde situatie als waar de BMK voor pleit. Op de basisscholen grote verschillen tussen kinderen die van hun kinderopvang kwamen en kinderen die dat niet hadden gedaan. En wat echt een uitdaging is, juist in een aantal stadswijken, is van als je ziet dat kinderen met een woordenschat van maar 1000 woordjes in plaats van 2000 woordjes op 4-jarige leeftijd op een basisschool komen, dan kan je als basisschool fantastisch werk verrichten. En ik geloof, Harry, je hebt hele goede scholen, maar dan heb je daar wel een forse uitdaging. En wat zagen we? Dat kinderen die op een VVE hadden gezet, dat ze daar een stukje achterstand hebben ingelopen. Dat de kinderen die via de kortingsregeling op een ook heel veel hadden meegekregen, maar dat er heel veel ouders ook zijn die zeiden, ja, maar ik doe dat zelf en pas op 4 leeftijd de kinderen instroomden op de basisschool. En als ik zie hoeveel geld wij in totaal aan kinderopvang en peuterspeelzalen en VVE uitgeven, dan denk ik van, goh, als we dat nou bij elkaar hebben en daar een recht op maken voor alle kinderen. Want het is niet alleen onderwijskundig van belang dat alle kinderen ongeveer die 2000 woordjes op 4-jarige leeftijd hebben, maar het is juist ook goed om kinderen met elkaar om te laten gaan. Het staat als een paal boven water dat je zo snel mogelijk moet zorgen voor de verbinding tussen kinderopvang en basisonderwijs. Ja. Waar ik reageerde was op de stelling, moet het altijd een kinderopvangorganisatie een maatschappelijke organisatie zijn? Er zijn ook commerciële kinderopvangorganisaties. Ze komen in grote getalen binnen, lijkt me dan voor. Waar het om gaat is, vind je ook als commerciële kinderopvangorganisatie heb je maatschappelijke plicht om te zorgen dat. En dat er dan ook een stuk winsttoedeling, hè, dat mensen er wat aan mogen verdienen, zeg maar. Mensen wat aan mogen verdienen. Nee, kijk, ik gun altijd iedereen zelfs een dik belegde boterham. Dus daar gaat het niet om. Maar wat ik wel interessant vind, is de mate waarin ik zelf de afgelopen maanden, het afgelopen jaar, weer benaderd werd door allerlei internationale, vertegenwoordigers van internationale organisaties, die zeiden, kunnen we een keer spreken over de nursery market in Nederland? Want ik ben daar voor mijn cliënten wel erg in geïnteresseerd. Met andere woorden, ik vertegenwoordig een investeringsmaatschappij. En wij zijn op zoek naar winst. En dat is op zich is dat helemaal niet erg. Maar we moeten natuurlijk ook niet gek zijn. Hè, als het een sector is waarin geld verdiend kan worden, ja, dan komen daar mensen op af die geld willen verdienen. Het is allemaal een wet van mede en pers volgens mij. Maar wat nou interessant is, dat is volgens mij waar het hier om gaat, is volgens mij kiest de maatschappelijke kinderopvangorganisatie ervoor om ook in die wijken te gaan zitten waar het geld wat minder makkelijk verdiend kan worden. Tegelijkertijd zie ik ook dat er ook de vrijheid van ouders natuurlijk ook nog mag zijn. Ja. De ene ouder die vindt het heerlijk om 2-3 dagen de kinderen zelf te verzorgen of op een andere wijze. Dus ik denk daar mag ook wel wat vrijheid in zitten, ook daar zou maatwerk passen. Maar zeker voor die VVE is dat echt een oprechte zorg. Ja. Ja, altijd een beetje. Nou, wat ik zelf heel belangrijk vind is, een aantal maanden geleden zaten we ook in een debat, was iets minder druk bezocht, maar waren ook mensen van allerlei verschillende stromingen en allerlei gedachtegoed. Op een gegeven moment was er een dame, al jarenlang werkte in de kinderdagopvang en die zei, weet je, we zouden het ook aan kinderen kunnen vragen. En hoezeer ik ook begrijp, hè, dat je als overheid de portemonnee hebt en je wil dat geld zinvol uitgeven, ja, dan zoek je misschien inderdaad wel het eerst naar die kinderen die je moet ondersteunen, die het het hardst nodig hebben. En tegelijkertijd voeden we daarmee ook een stukje segregatie.
Terwijl als je het kinderen zelf vraagt, als ze nog heel klein zijn, wat is er dan leuker? Ja, dat iedereen mag meedoen. Ik sta er helemaal achter, hè? Die gedachte om breed te werken aan emancipatie. En zeker ook daarmee tegengaan van segregatie, hè? In alle wijken. Waar dat nodig is en waar je dat op het eerste gezicht misschien minder nodig zou vinden. Ik denk dat het breder kan. Ik denk dat er inderdaad een basisrecht, een hele goede gedachte is daarin. En geen basisplichten overigens. Vrijheid van ouders, absoluut. Denk je daar samen in moet gaan staan? En waarom zeg ik dit? Omdat in het aanbod wat deze kinderen wordt gedaan, werken we met papier. En dan wil ik er even een voorbeeldje bij geven. Een van de thema's die wordt behandeld is bijvoorbeeld kleding. Nou, denk je nou echt dat een kind wat in een achterstandssituatie zit, snapt wat er op papier getekend staat, als wat bijvoorbeeld een winkel als CNA is? Daar komen deze kinderen niet, want die krijgen de kleding doorgegeven van broertjes of zusjes of neefjes of nichtjes. Schoenenwinkel komen ze niet, want de schoenen zijn echt, op het moment dat je eruit bent gegooid, worden de neuzen eruit geknipt en zijn het je sandaaltjes. Wij zullen wat anders moeten gaan doen en daarin hebben we onze partners nodig. Want als juf van deze kinderen vond ik het ontzettend lastig om dit te organiseren. En wat eerder kwam over een basisrecht en een basisplicht. Hè? Laat gewoon recht en plicht, laat het een recht zijn, maar geen plicht worden. Ik denk dat ook dit een voorbeeld is. Wat wij constateren landelijk is dat je ziet dat een aantal kinderen die eigenlijk heel veel baat zouden hebben bij kinderopvang, toch niet in de kinderopvang komen. Om allerlei moverende redenen ook. Waar geld een rol kan spelen, waar religie een rol kan spelen, of wat dan ook. Bij ons komt er een oma binnen van Marokkaanse afkomst met haar kleinkind. Dat kindje dat springt al op, want het loopt tegen de drie en hij vraagt af, gaat ze naar de peuter speelzaal? Nee, dan nou, blijkt dat moeder van het kindje zit in de gevangenis. En nou, schaamte, er is geen geld. En oma spreekt goed Nederlands, dus ze komt niet in aanmerking voor VVE. Want die criteria die zijn streng en die zijn alleen maar op taal gericht. Terwijl dit kind heeft veel en veel meer nodig. Dus ja. Mijn stelling is eigenlijk van gelijke rechten zijn er niet. En dat is toch vaak een geldkwestie, denk ik. Volgens mij hebben we een hopeloos ingewikkeld systeem gemaakt waar ik echt van denk, stop dat bij elkaar. En organiseer dat. Ja, ik ben niet landelijk politiek actief geweest, zoals mevrouw Gisterhuis. Dus die heeft daar veel meer beeld bij van hoe je dat kan organiseren. Maar ik denk dat, ja, soms heb je zo'n Copernicaanse revolutie nodig. Dat je politiek bedenkt van, joh, we hebben er echt heel veel geld in gestopt. En als ik eerlijk gezegd kijk wat wij in het onderwijs krijgen per kind. Om daar, nou ja, 40 weken in het jaar les aan te geven. Hoeveel is dat dan? Nou ja, dat is een bedrag van 5.000-6.000 euro. En het is niet aftrekbaar, maar je kunt wel een toeslag krijgen. En daar kan allemaal dingen bij kijken, zoals dat ouders op tijd een aanvraag moeten doen. En de eerste handicap is dat ze te laat zijn. Dat moet binnen een bepaalde periode gebeuren, zie ik een probleem. Ja. En ik vind dat de overheid meer moet doen aan hulp en voorlichting, al dan niet via die kinderen of wie dan ook. Je kaatst hem even terug dus. Ja, een beetje wel, maar dan moet de overheid helpen. En daar een potje voor creëren. En één ding wat ik nooit hoor, is dat de overheid wil stimuleren dat niet werkende mannen of vrouwen gaan werken. Waardoor er kinderopvang nodig is. Mensen die gaan werken verdienen geld. Niet alleen voor zichzelf, ook voor de overheid. Ja. En daar kan ook eigenlijk een potje voor gebruikt worden. Maar goed, in Nederland werkt dat niet helemaal zo, dat snap ik. Maar daar zou ik voorstander voor zijn. Natuurlijk, het gaat over onderwijs, maar juist die verbinding met de kinderopvang vinden wij heel erg belangrijk. Kindcentra, integrale kindcentra, zoals we dat vaak ook noemen. En dat is iets waar wij heel erg in geloven, dat dat een middel is om de kinderen veel beter gelegenheid te geven om zich te ontwikkelen. Want ik geloof heilig in een pedagogisch partnerschap, waarbij ouders samen met professionals kijken naar de ontwikkeling van het kind, wat heeft het kind nodig en wat kan de professional, maar wat kunnen ook ouders doen om die ontwikkeling goed te ondersteunen en te stimuleren. Dus ja, absoluut eens, okay. Maar wel samen met de ouders. Sandra, samen met de ouders, de opa's en oma's, is er ook een paar van die in de zaal? Zeker samen met de ouders, zeker samen met onderwijs, zeker samen met alle maatschappelijke partners.
Want wat ik hoor, instelling is vooral ook vroeg signalering. En dat gaat eigenlijk dan al uit om te signaleren dat er mogelijk iets fout gaat. Maar volgens mij zit daar ook nog iets voor. Namelijk dat we het met elkaar goed moeten organiseren rondom dat kind. Dus dat is in het hele brede maatschappelijk veld en ook met ouders. Ik denk ook dat een van de dingen wat we ontdekken is van alleen ga je misschien wel wat sneller. Maar samen kom je verder. En die samenwerking van kinderopvang en onderwijs is daarin heel erg belangrijk. En daarom vinden wij het ook heel erg belangrijk om die kinderen al de gelegenheid te geven vanaf zo jong mogelijk. Dus vanaf 0 jaar. En dan is het niet gek dat wij in kindcentra geloven. Omdat we denken dat als je het op één plek hebt gevonden, dat daar ontmoetingen plaatsvinden tussen de pedagogische medewerker en de leerkracht. Om met elkaar een fantastisch plan met die kinderen te gaan doen. Samenwerking met peuteropvang en dergelijke allemaal met scholen. Ik denk dat we dat nog breder moeten trekken. En dat dus ook sportverenigingen nadrukkelijk daarbij aanwezig moeten zijn. Als je het hebt over pedagogische begeleiding en dat soort zaken. Dan zal ook juist dat meer aandacht moeten krijgen. Dus het moet inderdaad nog beter. Ik zou willen pleiten om bijvoorbeeld het consultatiebureau in de IKC te zetten. Heel goed. Zodat we eigenlijk vanaf nul die oude betrokkenheid gaan bevorderen. Het consultatiebureau zit daarin. Dus die kan ook de adviezen dienen. Die kan cursussen aanbieden aan ouders om met hun jonge baby om te leren gaan. Of om te leren gaan. Leuk om te leren gaan. Want het gaat natuurlijk helemaal niet per se over dat wij vinden dat die ouders iets moeten gaan doen van ons, maar vooral dat ze lol in krijgen om de ontwikkeling van die kinderen, van hun eigen kind nota bene, te volgen en die goed te kunnen ondersteunen. En dat ga je bereiken als je plezier hebt, als je dus kinderen met hun ouders plezier laat hebben. Dus ik vind het ook een beetje dat we tegenwoordig in een omgekeerde wereld zitten, dat wij als professionals vooral weten wat goed is voor kinderen, terwijl die ouder daar een heel belangrijk aandeel in heeft. Ja, en ik heb ook bij de school vaak genoeg gehad dat ik wel mocht komen mee fietsen naar theater. Ik mocht wel luizenmoeder zijn. Maar mijn kwaliteit inzetten voor de school, daar is mij nooit naar gevraagd. Nee. Goh, wat zou jij willen bijdragen aan de school? Wat vind jij nou belangrijk voor je kind? Buurthuis van de toekomst, kan je heel kort even aangeven wat dat betekent, die samenwerking met Vlietkinderen? Nou ja, wij zijn een voetbalvereniging, maar wij zijn meer als voetbal. Dus wij zoeken daarin de samenwerking en Vlietkinderen is een van onze maatschappelijke partners. Die hebben dus bij ons een opvang met focus op sport, hebben zij opgezet en dat doen we samen. We hebben ook zeg maar daarin peutervoetbal, waarin we gewoon spelenderwijs met kinderen aan de gang gaan. De ouders zijn gewoon betrokken, maar die zitten wel op een afstandje te kijken en we hebben daarin de pedagogiek, de systematiek zeg maar, van Vlietkinderen, dus dat ze ook met spel en met een bal gewoon lekker aan het bewegen zijn en plezier hebben en lol hebben. Met elkaar fruit eten, een hapje drinken. En na afloop gewoon, ja, dan gaan ze dan misschien bij elkaar spelen. En op die manier zien we een nieuwe instroom in onze vereniging. Dat is belangrijk. We kunnen het niet meer alleen allemaal regelen. We zijn allemaal rond dat kind allemaal ons stinkende best aan het doen om de juiste begeleiding te bieden. En de toekomst is dat het samen moet, dus het is fantastisch. Ja, goed. Wat vind jij daarvan? Krijg je allemaal naar die basisscholen Helemaal mee eens. Ik denk dat we die verbinding moeten leggen om juist te kijken van hoe kunnen we dat met die kinderen zo stimuleren. En dan is het een sneeuwbaleffect waardoor het bij de vereniging beter gaat. En waarbij het ook bij de onderwijs, bij de kinderopvang. En dat je gebruik kunt maken van elkaars kwaliteiten en van elkaars capaciteiten. En ik juich dat alleen maar toe. Ik bedoel, het is logisch dat als je vroeg problemen signaleert en vroeg problemen aanpakt, dat er op een latere leeftijd geen problemen meer komen. En dat is een beetje gechargeerd gezegd, dat snap ik wel. Maar als je jong begint, als je dus met kinderen investeert terwijl ze heel jong zijn, dan zie je dat ze op latere leeftijd gewoon minder problemen hebben. En daar zijn in Nederland nog niet zoveel studies naar gedaan, maar vooral in Engeland zijn er veel studies naar gedaan. Dat gaat vooral over vroeg- en voorschoolse educatie. Echt investeren in jonge kinderen loont op lange termijn. Over het verbinden met elkaar als organisatie is natuurlijk geweldig streven. We hebben het over vergroten van ouderbetrokkenheid. Nou, ook een geweldig streven. Maar ik denk dat we ook moeten inzien dat ouders elkaar zo kunnen versterken. Dus dat in ontmoetingsfuncties komen vaak zoveel talenten en krachten van ouders naar boven.
die we mijns inziens beter moeten benutten. Over inderdaad faciliteren van ouders die elkaar kunnen gaan ontmoeten. Als je daar ook wat professionele begeleiding bij zet voor als er ingewikkelde vragen zijn, dan heb je het plaatje vaak al helemaal compleet. Waarbij ouders met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren. Er ontstaan sociale netwerken, heel belangrijk voor jonge ouders, of van ouders van jonge kinderen. En mediaopvoeding is eigenlijk iets wat natuurlijk bij de ouders hoort. Maar ja, laten we wel wezen, wij als ouders, met deze mensen in de zaal, zijn daarin niet opgevoed. Er wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar het mediagebruik onder jonge kinderen, het Inimine Media onderzoek. En daaruit blijkt dat het mediagebruik zelfs voor kinderen van 0 tot 6 enorm toeneemt. Kinderen worden steeds jonger in het gebruik. En ze gebruiken het ook steeds langer, echt gemiddeld zo'n 2 uur, als ik me niet vergis, per dag. Daar valt overigens wel ook het boek onder. Want media, laten we wel wezen, dat is ook een boek. En kijk, en het mag ook echt geen vervanging worden van het boek. Kinderen hebben het boek nodig, kinderen hebben ook tastbare elementen nodig. Mevrouw, ik was het heel erg met u eens over, je kunt als kind niet leren van papier. Je hebt echt materiaal nodig. Aan de andere kant, als ik dan toch even de andere kant mag belichten ook, moeten kinderen zich ook kunnen herkennen. Moeten hun eigen wereld terugzien, ook op het kinderdagverblijf. Ik ben zelf voorstander om voor de kinderen van 0 tot 2 binnen de kinderopvang absoluut geen digitale media te gebruiken. Dat doen ze thuis maar. Dus geen iPad? Geen iPad. Nee, hooguit misschien om naar wat foto's van zichzelf te kijken. Dat lokt de taalproductie enorm uit. Maar vanaf 2 jaar zeker ook allerlei oude apparaten op de groep te leggen waar ze mee kunnen spelen. Die apparaten hoeven het niet te doen, maar laat ze maar naspelen. Maar wat krijg je dan? Je hebt zo'n familie-app waar iedereen in zit en eentje zegt, ja, maar ik mag nooit meedoen. En vervolgens hebben we dus inderdaad voor haar verjaardag heeft ze de iPhone gekregen. Dat is een oude iPhone 4 van ons. Die is binnen een uur leeg. Ik ga 2 keer per maand ook film opladen, want de interesse is daarna ook wel weer weg. Ja. Maar door het gevoel van ik kan meedoen en als, nou ja, mijn man en ik samen een keer weg zijn en de oudste kan berichtjes sturen naar ons, dan kan zij ook meedoen. Dus dan is het weer het stukje, nou ja, inclusiviteit, gewoon mee kunnen doen. Je kunt zeggen, het mag niet, want het is gevaarlijk, het is erg voor de ogen, overgewicht, alle zorgen die we hebben. Je kunt ook het heel erg omarmen en zeggen, oh, die iPads en nog een mooi scherm, ook op de groep bijvoorbeeld. Maar dat is het ook niet. Je moet denk ik, zeker binnen de kinderopvang en ook het onderwijs, weten waarom je media, digitale media, wilt gaan inzetten. En ook met ouders dat gesprek aangaan. Wij nog net geen kinderen hadden op rond die tijd, toen was het idee van, nou, je hebt de computer dadelijk en die zet je dan toch wel straks in de woonkamer, hè, zodat je mee kunt kijken. Nou, die fase zijn natuurlijk allemaal al lang voorbij. Ik zat even te denken wat de vraag voor je was, hoor, want ik ging iets anders punt maken. Of jij het als ouder eigenlijk allemaal wel aan kan. Oh nee, dat sowieso niet. Je moet dingen niet als een tovermiddel zien. Ja. Dus het is niet zo dat stop een klas vol met iPads en dan komt het vanzelf goed. En je moet het ook niet verbieden, want als je het gaat verbieden, dan wordt het alleen maar aantrekkelijker om te doen. Dus je moet leren dat kinderen daarmee omgaan. En wat jij net zei, dat geldt voor onderwijs zeker, van doe het bewust, doe het doelmatig. En waarom? Stel je elke keer de vraag van waarom zou ik het wel inzetten, waarom zou ik het niet inzetten. En je kan op een gegeven moment ook zeggen van en nu gaan we gewoon spelen. Dus nu doen we dat weg. En je gaat gewoon naar buiten, je gaat in een boom klimmen en je gaat gewoon ravotten omdat het er ook bij hoort. Professional doet de meest lastige taak. Kijk, ouders moeten alleen een voorbeeld hebben voor hun eigen kind. En geloof me, ook ik heb daar moeite mee. Ik vlucht soms naar de wc. Maar de professionals die hebben eigenlijk een dubbele taak. Niet alleen een voorbeeld naar het kind toe, maar ook dus naar die ouders om te laten zien hoe je media ook op een andere manier kunt gebruiken. Niet achteroverleunend, altijd als een oppas, wat overigens ook best af en toe mag, voordat ik iemand in de haren streng. En ook, maar vooral laten zien van hoe je het op een enorme actieve manier kunt gebruiken. Waarbij je zelf als producent bijvoorbeeld. Ja. Begeleiders, ouders. En ik zit maar te wachten, wanneer komen de kinderen? En we hebben het vooral over het jonge kind gehad. Dus ik snap dat het vooral, ook jonge kinderen kunnen wat minder voor zichzelf dingen besluiten. Maar we zitten nu in het verhaal over de media en over de techniek. Mijn dochter is 19.
En mijn dochter die vertelt mij met verbazing over wat er bij 12, 13-jarigen nu gebeurt. Maakt maximaal gebruik van alle media en weet ook alles. Hè. Kijk, ik heb er eentje van 11 en eentje van 13 thuis. En dan ben ik zo'n ouderwetse vader dat als er wat gebeurd is, hè, bijvoorbeeld in Indonesië, dan zeg ik, jongens, we gaan vanavond naar het jeugdjournaal kijken. Ja. En dan kijken mijn ouders verbaasd. En wat is er dan? Ja, er is iets ergs gebeurd in Indonesië. En dan kijken mijn kinderen aan en die zeggen dan, ja, maar dat hebben we toch al lang meegekregen, papa. Ja. Maar ja. Wij geven brugklassen bijvoorbeeld de opdracht van, je moet iets koken. En dan moet je zelf verzinnen wat. En dan moet je een filmpje van maken van 3 minuten. Nou, en dan denk ik van, 10 jaar geleden hadden wij niet verzonnen toen die iPads opkwamen van dat kinderen zo goed kunnen monteren. Wij willen graag in het onderwijs allemaal dat talenten benut worden. En die talenten, daar worden kinderen mee geboren, maar daar kunnen we ook kinderen verder mee helpen. En die opgave, die hebben we met elkaar. Dus ik denk dat we elkaar heel erg nodig hebben. Wij zijn als gemeente ook in gesprek met alle partners in het onderwijs veld. Daar gaan we de komende tijd mee door. En wat mij betreft is dat een hele prettige samenwerking die we zeker gaan voeren. Maar als het gaat om de vraag, ik geloof wel in samenspel, samenhang en samenspraak. We hebben elkaar nodig, we moeten het met elkaar doen. Ik vind bijvoorbeeld van Harry Stebbins een heel mooi verhaal van het buurthuis van de toekomst. Hoe mooi is dat? Dat we met elkaar op een laagdrempelige manier die samenhang in de samenleving organiseren. En dat juich ik enorm toe. En als gemeente zijnde ook, en als moeder ook. Want ik denk namelijk dat we het niet zonder elkaar kunnen. Dus complimenten en ik sta er helemaal achter. Dank u wel.